Gaat het nog goed komen met PSV dit seizoen? Maar het gaat wel goed komen, maar of je kampioen wordt is natuurlijk een andere vraag. Het zijn twee totaal verschillende dingen, denk ik. Harry van Rai was deze week weer eens op de hertgang te bewonderen. De oud-voorzitter van PSV kampt de afgelopen maanden met gezondheidsklachten, maar lijkt weer helemaal de oude. Ik vind dat PSV erg terug mag zijn op het afgelopen seizoen, wat er dan ook gebeurt. Als je dan krap tweede wordt, nou ja. Ik denk nog altijd dat PSV, als onze vriend Marcel Brands erin slaagt om het team een beetje bij elkaar te houden, dan denk ik dat ze in staat zijn om ook die voorronde te overleven. Maar dat is toch wel een probleem, denk ik. Ploeg bij elkaar houden na de zomer. Dat zal het probleem zijn, ja. Ja. Maar ja, kijk, het is ook langzamerhand zo dat het Nederlands natuurlijk voetbal ook niet meer de naam heeft dat de competitie nou een zodanige springplank naar een grotere competitie is, dat het voor al die spelers nou zo makkelijk zal komen om een grote sprong te maken. Ja, sprongen kun je altijd maken, maar ja, of dat je nu graag onderaan in de Engelse league speelt, of in de Duitse Bundesliga, of in de tweede league. Ja, dat weet ik ook niet. Dat lijkt mij nou eerlijk gezegd, als je bij PSV bent geweest, niet een ideale springblok. Dan moet je toch naar een sub-top-top club, vind ik. Van Rai ziet het verschil in niveau tussen de Nederlandse competitie en het buitenland steeds groter worden. Een trend die hij al in de jaren 90 signaleerde. Het voetbal in die toplanden en dingen, daar krijg je telkens topspelers tegen. En ja, dat is hier misschien in 2 of 3 wedstrijden, maar in de rest is het wat hun betreft natuurlijk een makkie. En dat is het grote verschil. Daar moet je ook niet te vroeg gaan. Je ziet het aan Memphis die hier toch een uitgebroken ster was en nou veel tijd op de dingen verbrengt of gewoon een goede voetballer is. Maar de sprong van de top van Nederland ineens naar de top van Engeland is te groot, denk ik. Ja, is dat, je kunt zeggen, vroeger was alles beter, hè? Maar dat is misschien een beetje flauw. Maar de verschillen waren wel kleiner. Hè? Laat ik het zo zeggen, in mijn tijd dat ik voorzitter, waren de verschillen. Verschillen natuurlijk aanzienlijk kleiner. Ik bedoel, toen Ruud van Nistelrooy van hieruit ging, noem ze allemaal maar op. Die konden direct aansluiten met de top van Engeland. Ik denk, de competitie in Nederland was aanzienlijk beter en de competitie in Engeland was minder. Dus en als je die twee dingen bij elkaar neemt, is dat een uitgemaakte zaak. Maar je ziet toch ook dat PSV tegen Atletico Madrid, dat PSV daar wel geweldig goed overeind blijft. Dus, kan wel, maar het is moeilijk. Het was genieten, denk ik, die wedstrijd, of niet? Ondanks het resultaat. Ja, maar uiteindelijk heb je het kampioenschap aan verloren, denk ik. Ik denk dat Cruijff het goed omschreef door te zeggen, was geweldig onder de indruk van de prestatie van PSV tegen Atletico. Maar je vond ook wel dat Ajax er op een goede wijze gebruik van had gemaakt. En zo ben je wel die kampioenschap kwijt, denk ik. Want in beginsel vind ik PSV beter dan Ajax. Ja, dat moet u natuurlijk ook wel zeggen, als oud-voorzitter. Ja, maar dat vind ik uit de grond van mijn hart. Dat heb ik niet altijd gevonden. We hebben ook wel eens tegen een heel goed Ajax gespeeld. Maar dit Ajax, dat blijkt ook wel hoe wat ze Europees gemaakt hebben. Dus wat dat betreft is PSV toch wel een stapje verder, vind ik.